van alles gaande. Dus hè, naar de G gaan we naar de H en dan gooien we het op halt. De halt, die komt vanzelf. En soms moet je iets overkomen. Soms moet je iets overwinnen. Soms moet je fouten maken omdat het bij het plan hoort. Zoveel mensen die zo jong van geest zijn. Ze hebben hun ziel verkocht, dus ze zijn alleen nog maar die vleesverpakking. Het vacuümverpakking dat ze zijn. En dan denken spelletjes te spelen. En soms laat je iets aan God over. Tegelijkertijd laat je je hogere zelf je leiden. En je hoeft je hogere zelf niet te zijn om de leiding te krijgen. En sommigen die kunnen het vergif niet aan. Sommige mensen die kunnen de haat, de envy. Dat verandert ze van binnen. Het hart dooft. Weet je hetzelfde als al die mensen die niet in COVID geloven. En nu heel erg graag willen dat alles en iedereen die gevaccineerd is, dat die ziek worden. Want dan hebben ze gelijk. Alleen zijn is zoveel beter als eenzaam zijn. En wanneer je ontdoet van alles wat verraad is, jaloers is, of gewoon heel erg hatelijk, dan bevrijd je jezelf misschien wel van de dood. De fontein van jeugd, die het gewoon wanneer je jezelf vindt. Het was dat hun de adrenochroom uit jou vandaan kunnen halen. Wanneer je wel de angst aan je adrenaline aan het stoppen bent. Terwijl als je de adrenaline aan je liefde kan stoppen. De drijfveer in jezelf kan vinden. Weet je, begint te ontdekken waar je passies echt liggen. Wat voorbij je verlangens en je lusten gaat. Want dat wordt ingekleurd vanaf wat je wil. Dus daarmee ben je met je ego bezig. Ervaring. Dat is zoveel rijker. Daarmee ben je zoveel meer aan het leven. Aan het herkennen. Jezelf aan het leren kennen. Als alles wat zich maar laat betoveren. Door wat ze in hun hart aan verlangens hebben. Zoveel wat niet toe wil geven, nooit toe zal geven. Dat stemmetje in hun hoofd hun zo erg aan het lijden is. Omdat ze niet in willen zien dat ze verleid worden, misleid worden, begeleid worden. En wanneer je zelf die halt kan toepassen. Zodat er niet ingegrepen hoeft te worden. Vanaf hoger hand. Of hun die denken dat ze hoger staan. Je niet naar beneden laat trekken door alles wat er onder je ligt. En wanneer je de roddels, wanneer die tot je komen. Omdat je achter de schermen aan het kijken bent. Daar waar je als spiritueel wezen zoveel inzicht aan het krijgen ben. En de vinger van God. Die uiteindelijk overal een halt toeroept. Onthoud het woord halt. Want gaande is al bezig. Het gaat al in de rondte. Maar geen script. Geen Mandela effectjes nog. Al die afleiding die overal is. Dan moet je ze wat geven om mee te spelen, toch? Wanneer het heet is. Je het zelf koud kan maken. Wanneer je het koud houdt. En jezelf niet laat smelten.
Sommigen die laten zelfs hun hart laten ze smelten. Zijn hun eigen normen en waarden zo ver opzij aan het leggen. Snappen niks van karma. En daarmee ook niet dat ze karma uiteindelijk gaan afgeven aan hun omgeving. Dus karma gaan afgeven aan hun eigen geliefden. Karma aan het overhevelen zijn aan hun eigen kinderen. En soms. En bij sommigen, het zwarte schaap. De ezel die wel mag vallen en de lasten mag dragen. En dan gaat het bewust. Maar sommigen die zijn onbewust. Zijn ze de zwaarte, de lasten aan het geven aan hun omgeving. En niet alleen hun geliefden, hun familie, hun kinderen. Of de neefjes en nichtjes. Sommigen die geven het af aan hun buren, aan hun collega's. En iedereen die blijft er maar achteraan huppelen. Die blijft ze maar zielig vinden en troosten. Maar als ze erachter komen wat voor slechts die mensen allemaal aan het doen waren. En de true. Hebben we natuurlijk het verhaal van de mainstream media. Waar al verdiep je wat verder, was hij slechts een zondebok. Net als dat Epstein, net als dat Maxwell dat zijn. Want er gebeurt natuurlijk veel meer. Als alleen wat er daar op dat eiland gebeurde. Nou heb je natuurlijk die nieuwe film. En oh, ze houden hem tegen. De mainstream media. Maar de reclame die is volop bezig. Er is meer dan 100 miljoen al verdiend. Via bioscopen en zo. Dat het gewoon weer een agenda is. Waarbij je naar iets kan wijzen waar je niet bij kan komen. En de satanisten, die zijn ondertussen bezig met de rituelen. De opofferingen. En niemand die maar ziet dat er zoveel zieltjes verzameld worden. Dat er zoveel mensen genieten. Het opsluiten van iemand in een kast. Dat is hoe ze genieten. Dus wanneer ze het tegenovergestelde geeft, je lacht ze uit, je bent blij, je eet, je drinkt goed, je slaapt lekker. Dan zie je aan ze dat het averechts werkt. En dat de halt toegeroepen is. Dat dingen op een reverse, of het wordt teruggedraaid. En je ziet ze oud worden. Je ziet ze ziektesymptomen bij ze verschijnen. Zonder dat je daar met magie, hekserij, black magic of wat dan ook mee bezig bent. Want ze doen het zelf. En net als dat ze graag een ander stuk maken, zijn ze ondertussen hunzelf aan het slopen. Want ze zijn zoveel in droomwolkies. En de fata morgana's die ze creëren, die houden niet vast. Hun die alleen maar aan het materialiseren zijn. Die zien alles afbreken. Het wordt allemaal weer gedefragmenteerd. Sommige mensen die hebben zo de energie van andere mensen nodig. Dat ze erop aan het teren zijn. En wanneer die energietoevoer er niet meer voor ze is. Staan ze weer als empty shell. En sommige mensen die geven zoveel energie af, ze zijn zo afhankelijk van dat geworden. Dat ze wel meer dan 10, misschien wel 20 slachtoffers nodig hebben. En dan denken ze binnen de groep van elkaars energieën te snoepen. Waardoor ze elkaar gewoon eigenlijk aan het opeten zijn als kannibalen. Want het zijn gewoon energievampieren die bezig zijn. Heel veel slachtoffers nodig hebben. Maar je kan beter bijbels leven. Als je maar door de duivel in je oor laat fluisteren en satanisch bezig zijn. Want ook hun worden allemaal gebruikt. Worden uiteindelijk allemaal in die put van ze gegooid. Daar waar het te heet voor ze is.
En ze zijn zo blij met hun vleesverpakking. En God die laat je tenminste iets zien. Zoveel in de toekomst. Hij weerhoudt je. Zorg dat je dingen niet ziet. Om jezelf te beschermen. De duivel is alleen maar bezig met het verleden. Die laat je expres dingen zien. Waar je iets van voelt en geef je die bescherming niet. Alle mensen zijn gierig voor geld. En wanneer je alleen laat leiden door de Heilige Geest, niet zozeer bezig bent met je gierige ego, en je ego gekoppeld aan je geest, die leidt natuurlijk een heleboel. Net als dat je een broodje smeert, jezelf aan het wassen bent of je kont aan het afvegen bent. En je geest die kan zoveel voor je doen. Maar als je die maar aan het verzieken bent. Jezelf ziek aan het maken bent. Want karma. De universele wetten. Of de 10 geboden. Het hele moet maar geblokkeerd worden. Alles en iedereen die huppelt maar ergens achteraan en ze zijn wakker, maar tegelijkertijd ook volgers. Door de hele theorieën worden er neer of uit duimen gezogen of ChatGPT voor gebruikt, wat gebaseerd is door anderen te volgen in plaats van iets uit hunzelf te halen. Ja, als je de vragen vanaf binnen, zou ik de antwoorden ook van binnen halen en dat niet om je heen gaan zoeken. En sommigen die wel echt, dat je de slechterik bent in hun verhaal, maar zijn zelf gewoon koekoek, bipolar tot ziek. En wanneer je bij het goede blijft. Want wanneer je kwaad gaat strijden met kwaad. En ze gaan dat wat je kwaad doet gebruiken om naar voren te schuiven. Om jou slecht in te kleuren. Zonder dat ze daarbij dus hoeven te liegen. Behalve natuurlijk dat ze verstoppen dat ze er iets gevist hebben. Maar hey, waarom happen naar iets wat opgegooid wordt. Terwijl je zelf ook al weet wat vissen is. Maar ja, als je God de stappen laat bepalen. Jij die jouw vibratie zo hoog hebt. Dat je niet bepaalde percepties van anderen ingezogen wordt. Omdat je goed gelovig wil zijn. Het ook vindt. Een heleboel dingen ook niet snapt. In plaats van dat je zoekt naar antwoorden en bezig bent met oplossingen. Een heleboel, die willen ook niet beter voor hunzelf. Ze zijn niet op zoek naar nieuwe ideeën. Ze zijn niet aan het evolueren. Ze zitten echt in een box. De wereld die draait niet om hun heen. Ze laten die box alleen door andere mensen ronddraaien. Daardoor lijkt het net alsof er iets om hun heen draait, terwijl ze zelf aan het draaien zijn. Totdat iemand een halt toeroept. Die box stilzet. Zoveel wat niet snapt. En net als het geloven in die bol. Is voornamelijk ook het denken. En vanaf daaruit dus iets geloven. Zonder dat je ergens over nadenkt. Vanaf je zintuigen aan het kijken bent. Ja, mensen willen niks nieuws. Ze zijn heel erg bang. Voor het nieuwe tijdperk waar we ingaan. Dus ze verdwalen in de nieuwe wereld.
Wat gewoon een agenda 2030 is. Ja, dat is de Dovijn. Dat is de God Source. Echt tot jouw binnenste kan kopen. Tot je Dark Matter Core. Ja, als mensen maar bezig zijn met stelen. En niet snappen dat dat een hoofdzonde is. Dat een drijfveer is aan hun magnetische velden. Een magneet dat aantrekt. Dus ze willen alleen maar aantrekken en aantrekken en aantrekken. Zijn daarmee niet elektromagnetisch. Geven. Krijgen. Nee, het is nemen. Het is willen. Het is afpakken. Het is ten koste van een ander erop vooruit gaan. Terwijl als je een ander helpt, dan pas ga je er echt op vooruit. Dus zelfs als er gestolen wordt, moet je eigenlijk alleen maar meer geven ook. Wat je nodig hebt, dat blijft wel achter. Dat wat je nodig hebt, dat komt wel op je af. Zeker als jij op de hogere frequenties kan aantappen en tot de verlichting kan komen. En niet alleen maar bezig ben met je seksuele chakra's. Dus niet eens bij je navelchakra kan komen. De kracht niet in jezelf kan vinden. Daarmee dus ook niet bij je hart kan komen. Om het zelfrespect te hebben. Dus hoe ga je dan van een ander houden? Hoe ga je bij een ander hun ziel kunnen zien? Hoe ga je een spirituele connectie opbouwen wanneer je dus ook niet bij geest kan komen? Zoveel mensen die zoveel rommel in hun kroonchakra hebben gestopt. Alleen maar bezig zijn met gisteren. En ver in de toekomst met wat ze willen. In plaats van in het nu zijn. Daarmee het verleden ook als nu zien. Weten dat de toekomst dus ook nu is. En wat je op jezelf afroept. Dat wat je aan het afgeven bent, uiteindelijk ook op jou afkomt. Ja, uiteindelijk resoneer je. En dan heb je en net als met die trilplaat en de frequentie die steeds hoger gaat. Dat je de symbolen ziet ontstaan. Als jij je frequentie alleen maar laag laat zetten. En dat gaat zo laag. Dat er geen symbolen meer aan het ontstaan zijn. En jij een korreltje bent wat stilstaat niet verder komt. Waar denk je dat je heen gaat dan? En overheen gaan. Sommige mensen als ze doodgaan, dan gaan ze niet naar het licht. Die denken dat ze een keuze hebben. Dat ze ervoor weg kunnen rennen. Of weg kunnen zwemmen. Of weg kunnen vliegen of zo. Ja, de incarnaties. Als je daar bang voor bent. Dan ben je het alleen maar aan het blokkeren. Terwijl je zoveel van jezelf kan leren. Zelf ook ergens een halt aan toe kan roepen. Jezelf wakker kan schudden. In plaats van mensen die jou onstabiel willen maken en maar in beweging houden. Uiteindelijk is het gewoon één grote piramideschema wat er bezig is. De law of attraction. Die laat de mensen door andere mensen leiden. Dat is een heleboel techniek. Naar hunzelf toe. Waar is anderen aan het helpen? Daarmee andere mensen hun energie aan het geven. Ja, alles is energie. Maar jij kan zelf polariseren. Bepalen hoe hoog je een trilling of jouw vibratie ergens toe zet. Terwijl de veranderingen die zijn bezig. Maar ja, je moet dan wel erop aan kunnen tappen.
Als je alleen al ziet wat de Schumann-resonantie aan het doen is. Wat voor gekkigheid die af en toe aan het doen is. Niet snap van de portals die overal open gaan. Als je daar maar blijft hangen waar verraad is. Je aan het hangen bent om mensen die slecht zijn. Je graag met dieven en moordenaars bezig bent. Omdat je ergens bij wil horen. Ja, soms kan je zoeken naar een reden waarom iets bezig is. Maar er hoeft niet altijd een reden te zijn. Sommige mensen die zijn gewoon heel erg slecht. Een heleboel heeft zoveel op een kerfstok. Wat ze niet aan het licht willen en daardoor dus maar door blijven gaan. Een heleboel gaat als Minion. Als Mr. Smitje. En ineens weer hunzelf zijn. En de schaamtes en de schandes, daar zijn ze al zo ver voorbij. Dat het echt alleen nog maar dieverij is. Vampieren, kannibalen. Allemaal heel erg bang voor dit licht. Zo ver van de godsbron weg. Allemaal weten dat ze al lang al hun hemelticket hebben weggegooid. Zijn allemaal zoveel op hun routine aan het programmeren dat ze al lang al niet meer zelf kunnen kijken. Het draait allemaal erg fysiek, materieel. Ze doen alles voor geld. Een heleboel al voor geld gedaan. Dus met z'n allemaal samenwerken, dat de waarheid niet aan het licht komt. Dat de leugen maar intact blijft. Want ze hebben zichzelf natuurlijk al lang al zwaar voor schut gezet. Ze zijn heel erg bang wat andere mensen ergens van vinden. En over het algemeen is jouw mens natuurlijk gewoon goed. Zijn gevoelig, kunnen zich inbeelden, inleven. Een heleboel zal de maag die zal omdraaien. Een heleboel mensen die zullen kotsen. En wanneer die halt zal meteen geroepen wordt, die niet meer te stoppen is, want Aquarius tijdperk komt gewoon eraan. De verschuiving die is bezig. Alleen al aan de zon kan je dat zien. De elektromagnetische velden die worden zo sterk dat er overal plasmavelden gecreëerd worden. Die uiteindelijk alles aan het neutraliseren zijn. En iedereen die de verandering tegenhoudt. Niet wil. Die echt slecht zijn. Gewoon satanisch. Met rituelen en met opofferingen bezig. Als dieven. Als moordenaars door het leven heen gaan. De splitsing. Die is al lang al bezig. Het is bijna alsof er allemaal tijdlijnen. Nu door elkaar aan het heen lopen zijn. Sommige mensen die zijn niet dood te krijgen, alleen God kan ze laten sterven. Een heleboel mensen die zijn eigenlijk al dood. Maar de duivel, die heeft ze nog nodig. Wanneer je op het spirituele bezig bent. En ziet wat voor spirituele ziektes en vervloekingen ze op anderen willen uitoefenen. En het uitoefenen zijn. Snap ik niet dat mensen maar daaromheen willen blijven hangen.
en voor een ander willen vallen. Soms moet je echt mensen vast laten lopen, vast laten zitten, niet meer helpen, zodat ze vanzelf echt iets aan het voelen zijn. Het is lastig als je zelf wel hard hebt, empathisch bent, zelf wel gevoelens hebt, meelevend kan zijn. Maar je moet ook echt gaan inzien aan wie je wel en niet je energie moet geven. Zo van mensen die anderen iets schuldig zijn. Maar ja, ze blijven doorgaan met verraad en daarmee maken ze de prijs. Want uiteindelijk zullen ze moeten betalen op energetisch niveau sowieso. Bij sommige mensen is voorbij bankroet. Ze hebben niks meer te geven. Dus ze zullen straks moeten betalen met hun leven ook. En zodra je door hebt dat er leugens zijn. En dat je via leugens geen karma kan krijgen. Als jij zelf gewoon goed bent. En andere mensen die denken, of eigenlijk hopen, dat andere mensen karma oplopen. Dus daar van alles aan het acteren zijn, aan het liegen zijn. Zelfs met deepfakes zich voordoen als een ander. Denk in met de energie van een andere iets te kunnen manipuleren. Zullen ze alleen de mensen voor de gek houden die met ze resoneren. En als je ziet wie met elkaar resoneert, is het heel makkelijk om er weg te blijven. En als je iets kan zien, mensen hun ware kleuren ziet. Misschien wel zwart-wit moet gaan kijken. Maar daarin dus een heleboel tot grijs aan het zien ben, zie je dat een heleboel mensen hetzelfde zijn. Dat een heleboel mensen hol zijn van binnen, een heleboel mensen hun ziel verkocht hebben. En wordt het alleen maar makkelijker om afstand te nemen. En hoe meer je afstand je neemt, dus hoe meer deuren jij dicht doet, dan kunnen er andere deuren open. En de deur die je dicht doet, wanneer je weer open doet, dan staat er wat anders achter. Want je moet tijdlijnen. Je moet niet shapeshiften, maar reality shift. Zorg dat je op de juiste tijdlijn aan het lopen bent. Je eigen. En niet die van hun. Zoveel mensen die gaan nu als vogeltjes ergens achteraan. Waarbij je een heleboel al weet dat het niet pluis is. En hoe meer je daarvan aan het zien bent, kan je jezelf in veiligheid brengen.